Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Smaakmakers. Ook deze week ontvangen wij weer twee personen die op hun manier smaak geven aan de stad. Te gast bij ons zijn Willem van der Vis en Hans Kanters, de twee grootste vrienden van de Grote Kerk. Ik ga hun ophalen. Hey. Hallo. Dag Willem. Dag Marieke. Dag Marieke. Hans. Hallo. Leuk jullie hier weer te zien, hè? Ja. Ik heb het vaker gezien. Ja. Hebben jullie er een beetje zin in vandaag? Ik wel. Ik vind het altijd leuk hier. Hartstikke goed. Gaan we naar Elisabeth toe. Dankjewel. Dank je. Dag Elisabeth. Hi. Wat leuk. Hallo. Goedendag. Onze gasten van de Grote Kerk. Welkom. Ja, leuk. Dag. Ja, wij komen met jou vandaag iets lekkers maken voor de feestdagen. Ja, dat klopt. Zeker. En ik heb allemaal heerlijke producten in gedachten voor jullie. We gaan iets heerlijks maken. Ik ben net over de kaasafdeling heb ik gelopen. En ik heb voor jullie op een kaasplankje liggen altijd drie soorten kaas. Dus vandaar dat ik ook drie soorten kaas heb uitgekozen. Vandaag wat hardere kazen, maar wel heel bijzondere kazen. We hebben een heerlijke Iberico kaas, we hebben een Hollands blauw tientje en we hebben een Rotterdamse oude. Ja, heren, een beetje mijn roots, dus ik denk dat laat ik ook terugkomen. En daarbij een heerlijke Membrillo, dat is een kweekperengelei. En dat gaan we straks samen met de kaasjes eten. Dan mag ik jou alvast naar de keuken sturen. Gaan we doen. Voor de laatste keer dit jaar, Stefan. Welkom. En welkom. Toch ja. Ontzettend trek in een glaasje, denk ik, heren. Kan ik me zeker voorstellen. Ja. De chef die gaf net aan dat ze graag rode wijn bij de borrelplank zag. Maar jij hebt iets anders voor ons in petto. Ja, eigenwijs als ik ben heb ik een witte bedacht. Een rode kan zeker, hoor. Een lichte soort rode wijn die wat makkelijker doordringt bij een borrelplank. Dus alles is een prima keuze. Ik heb voor een witte gekozen. Een Elsasser wijn van het huis Bestheim. Bestheim is een van de grootste coöperaties al daar in de Elzas. Mm-hmm. Ja. Nou, Riesling zie je daar heel veel. Naast bijvoorbeeld Pinot Gris, Pinot Blanc, bekende rassen. En Elzas is een van de weinige streken waar ze echt de druivenras in 9 van de 10 gevallen nog op het etiket vermelden. Mm. Dit komt van één wijngaard, de zogenaamde Rebgarten. Klinkt Duits. Elzas is natuurlijk Duits geweest, daar niet over praten. We gaan nu lekker inschenken, dames en heren. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, ik ben benieuwd. Oeh, echt fruit. Fruit, frisheid, maar ook een beetje mollig. Riesling is altijd wel een beetje rijke wijn. Mooie zuren. Lekker. Maar dat is natuurlijk geen enkel probleem. Heel fris. Jazeker. Zoals ik net heb gezegd, ik heb een aantal heerlijke kazen gehaald op de afdeling. Die heb ik hier alvast uitgepakt en neergezet. Die komen even heerlijk op temperatuur. Ja. Kazen moet je eigenlijk altijd een half uur tot drie kwartier van tevoren uit de verpakking halen, uit de koeling halen. Dan komen ze goed tot smaak. Dus deze zet ik nog eventjes weg. Zo, het ruikt wel al lekker, Elisabeth. Het ruikt goed, hè? Zo. Ja, het ruikt, ja. En naast deze kaas gaan we twee salades maken. We gaan een caprese salade maken en we gaan een taboulé salade maken. Een taboulé salade, kennen jullie dat? Nee. Taboulé? Nee. Taboulé komt uit het oosten. Het is een couscous salade. Ik heb al het een en het ander voorbereid, maar er gaat ook nog vers ingrediënten in, zoals tomaten, komkommer, er gaat munt door. Dus ik ga jullie aan het snijden zetten. Nou, prima. Ja? Hartstikke goed. Goed. Ik heb hier... gewassen tomaatjes. Ja. Die mogen in vieren gesneden worden. Oké. Okay. En ik heb hier speciaal voor jou een tomatenmesje. Een tomatenmesje. Dus dat is één. Ja. En ik heb hier voor jou munt. Ja. Munt mogen de blaadjes van de takjes afgehaald worden en ook in kleine stukjes gesneden worden. Heel voorzichtig. Alsjeblieft. Heel voorzichtig. Dus de groene takjes moeten eraf, hè? Ja, de groene, ja. Alleen de tomaatjes zelf. Alleen de tomaatjes zelf. Ja. En hoeveel munt wil jij gesneden hebben? Maar dat mag best wel veel. Kijken, hoor. Oké, okay, dus jij zegt op een gegeven moment. Gebruik dit maar genoeg. Om de blaadjes ervan af te halen. Okay. Zijn wel heel enthousiast. Helemaal goed. En dan heb ik straks nog een komkommer. Die mag ook gesneden worden.
Okay. Leg ik hier alvast neer. Ik ga de couscous erbij halen, zodat ik die alvast kan toevoegen. Oké. Gezellig, Hans. Leuk, hè? Ja. Daar gaan we het over hebben. Nou ja, weet je, we staan hier nu te koken voor zeg maar de lunch, hè? Want we gaan direct praten over de Vrienden van de Grote Kerk. En aan tafel zullen we dat met Marieke doen, maar we kunnen het natuurlijk tussen neus en lippen wel eventjes hebben over wat we... Doe jij eigenlijk mee aan de Santa Run, Willem? Maar die gaat nou door de Grote Kerk heen, hè? Ik ben er wel bij, ja. Je bent er wel bij? Zou dat bij iedereen bekend zijn? Dat het bij ons zou plaatsvinden. De Santa Run jaarlijks organiseert de Grote die dat. Ja. En de opbrengst van de Santa Run, daar gaan dus allerlei hardlopers in Sinterklaaspak, wilde ik zeggen, maar in kerstpak, lopen door de stad, een kilometer of drie geloof ik. En start en finish is in de Grote Kerk. Hoeveel van die tomaten moet ik eigenlijk doen? Dat mag wel zo'n heel takje. Even kijken. Dit mag er nog wel bij. Jee. Dat ziet er goed uit. Ik zie ook nog, ik ruik ook nog wat in de oven. Ja. Is dat al klaar? Of ja, dat is bijna klaar. Maar het ruikt hier helemaal echt lekker, zeg. Vers. Alles is vers. Heerlijk. Of dat doen we niet aan tijdens de feestdagen. Nou, hoef ik niet op te letten, hoor. Hoef ik niet op te letten. Kijk eens even. Oh, ja. Oh, deze tomaatjes. Kijk. Die hebben we even in de oven gedaan. Met wat olijfolie, lekker wat kruiden, peper en zout. En je ziet dat ik hier de stokjes aan heb gelaten. Ja. Want we gaan de caprese-salade net even wat anders presenteren. Ja, ja. Dus dan wil ik de heren verzoeken om alvast aan tafel te gaan. Nou, dat klinkt heel goed. Goed. Een taboulé-salade. Ja. Is allemaal al klaar. En dan zie ik jullie straks. En dan, De Grote Kerk is het meest beeldbepalende monument van de stad. En hij moet blijven, dat vindt iedereen. Alleen het onderhoud en het voortbestaan van zo'n gebouw is niet zo vanzelfsprekend. Maar een echte Bredanaar die steunt die Grote Kerk, toch? We kijken naar wat beelden. We blijven welkom zeggen. Ja. We zagen zojuist wat beelden van de Grote Kerk, met name de verdwijnende Grote Kerk. Erg mooie nieuwe campagnebeelden van de Vrienden van de Grote Kerk. Ja. Voor mij een nieuwe naam. Hans, kan je daar wat over vertellen? Want jij bent voorzitter nu, hè? Ja, ik ben voorzitter van de Vrienden. 25 jaar geleden is het steunfonds van de Vrienden van de Grote Kerk, of steunfonds van de Grote Kerk, opgericht. En Erik Westerburg is daar 25 jaar lang de voorzitter van geweest, heeft dat met verve gedaan. Dat is sinds 29 oktober ben ik daarvan de voorzitter geworden. Het stokje overgenomen van Erik. Wat we gaan proberen is met een hele nieuwe ploeg, nu en lang in de Vrienden te pompen. Gedachten te hebben over en ideeën te ontwikkelen over hoe dat we dus het bedrag wat we nodig hebben voor de restauratie, daar zal Willem straks wel op komen, denk ik, binnen kunnen krijgen. We zijn volop bezig. Het is wel echt leuk. En het is dus heel hard nodig om, om ook de Bredanaar zo betrokken te krijgen dat hij zich ook met name in gaat zetten voor de kerk. Want niemand wil dat die verdwijnt. Dus kan jij ons kort toelichten waar we het over hebben? Zo'n groot gebouw. Het is eigenlijk natuurlijk een eeuwigdurend stukje onderhoud en restauratie. De buitenkant is bekleed met kalksteen. Die is na 100 jaar op. En we zitten op een aantal plekken in dat grote gebouw. Hebben we zones, die zijn op. Dat brokkelt af, dat verpulvert, dat komt er gewoon af. Nou, dat moeten we gaan vervangen. In wat voor bedragen moet je denken? De komende 6 jaar gaan we in ieder geval 5 ton per jaar
verspijkeren aan dat gebouw. En dan moet je denken aan het maken van nieuwe balustrades en beeldhouwwerk en stenen vervangen. Maar ook voegwerk en dergelijke. 5 ton, nou, daarvan komt de helft uit subsidies. Ja. En de andere helft, die moeten wij zelf bij elkaar brengen. En dat is elk jaar weer een, ja, dat is geen sinecure. Dan moet je echt, en daar hebben we de vrienden voor nodig. We gaan ook geld zoeken bij fondsen. Hè. Dus ik kan noemen bijvoorbeeld Prins Bernhard Cultuurfonds. Ja. Maar ook allerlei andere fondsen. Maar de rest moet uit het hart van de Bredana komen. Ja, dat is mooi gezegd. Maar hoe word je vriend? Nou, dat kan op verschillende manieren. De makkelijkste manier is gewoon naar de website te gaan. Grote vrienden, of nee, vriendengrotekerk.nl. Word vriend van de Grote Kerk. Daarmee kun je inschrijven, kun je gelijk betalen. De kosten voor vrienden zijn €25 minimaal per jaar. Dus daar hoef je niet voor te laten. Dus €25 per jaar. Het is een uitstekend cadeau zelfs. We zijn nu ook bezig om te kijken slim, van laten vrienden vrienden maken. Tijdens mijn reden toen ik aangesteld werd, heb ik gezegd van al die mensen die in de kerk zaten, er zaten er 450 geloof ik in. Van als jullie nou eens als vriend zijnde vraagt aan je kinderen, aan je familie, en niet vragen, nee, je moet een Sinterklaas cadeautje geven. Of een kerstcadeautje geven. En je moet je kinderen vriend maken van de Grote Kerk. Ja. www.wordvriendvandegrotekerk.nl. Oké, nou. Kijk eens naar. Dat mooi. Ziet er goed uit, zeg. Ik zat hier gezellig te kletsen, dus ik dacht ik kom eens wat heerlijks te brengen. Ik ga nog even wat halen. Ja, dat ziet er inderdaad heel feestelijk uit. Zullen we dit even opzij zetten? Dat gaat niet zo makkelijk. Oh, dat gaat niet kaarsjes, makkelijk. We gaan het even. De salade weer. Hier hebben we salade. Ziet er goed uit. Prachtig. Ik zou zeggen, eet maar. Nou, dankjewel. Geniet er lekker van. Prachtig. Ziet er heel mooi uit. En inderdaad, ja, het lijkt mij de oplossing. Hè? Zo'n plank. Voor je borrel, zakelijk. Of op bestelling te maken. Alles netjes op. En het kan zo gepresenteerd worden. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. En ik wil jullie ook bedanken voor jullie komst, wederom. Ja, leuk. Graag gedaan. Het was ook de laatste Smaakmakers, want we stoppen met het programma. We hebben 2 jaar mogen maken voor Breda nu. Met heel veel plezier en ook met een heel leuk team. Maar ja, het is een beetje tijd voor iets nieuws. Dus dat gaan we ook proberen in 2018 te realiseren. Oké. Dus ik wil jullie bedanken. Ook een heel fijne feestdagen en hele fijne feestdagen en een fantastisch 2018 wensen. Met heel veel vrienden. Met heel veel vrienden, ja. Nou ja, we hebben er alleen aan tafel. Ja, dat kan niet anders, hè. Dus onze dag is alweer goed. Ik denk 2, want goed we zo. Moeten we ook goed onder zo. De kerstboom voor iemand anders neerleggen. Ja, okay. Dat heb ik heel net geleerd. Goed idee. En dat wens ik u ook, een fantastisch 2018 en hopelijk tot snel. Okay. Ik zeg eet smakelijk en... Laten we het er in ieder geval nog even op proosten. Die vrienden, dat gaan helemaal goed komen, denk ik. Ja? Wij krijgen heel veel vrienden. Ja. Okay. 1% is wel echt weinig. Ja. Maar ja, misschien heb je het ook niet zo... Breda nu. Je weet het meteen.